van alles wat Bach geschreven heeft, heb ik vrijwel alles wel eens gespeeld. Maar lang niet alles tot volmaaktheid kunnen brengen. Nog niet. Ik blijf eraan aan doorgaan natuurlijk. En het is zoveel en het is zo mooi. Het zijn ook geen stukken waarvan je denkt van dat zal ik eens eventjes op een achternamiddag doen. Je wilt het dan toch ook echt goed doen. Prelude is dus een vrij jong werk. Het was natuurlijk ook de tijd dat hij links en rechts steeds solliciteerde en van de ene baan naar de andere probeerde te wippen. En dan zijn dit soort spectaculaire stukken natuurlijk wel goed. Hè? Bij dat prelude in B klein zie je eigenlijk dat Bach een improvisatie neerschrijft. Hij begint dus met een arpeggio-akkoord en dan een uitgeschreven arpeggio met een paar sensibele noten erbij, gevoelige noten. En dat mondt eigenlijk onmiddellijk uit in een serie arpeggio's, waarbij de harmonieën van verrassend tot logisch tot uiterst verrassend verlopen. Vrijwel na een maand of acht gaat hij dan over in een techniek waarbij dus een aanvullende ritmes links en rechts gebruikt worden, wat je ook in de toccata's ziet van hem en van zijn voorgangers ook. En na wat fantastisch ladderwerk mondt dat uit in een enorme serie harmonieën. Dat zijn halve noten allemaal. En soms staat er een kwartnoot tussen. Die werkelijk, ik vind ze geniaal. Omdat ze de opeenvolging van die harmonieën eigenlijk een expressie meebrengt. In een van de handschriften wordt het gecombineerd met de fuga, met een van de fuga's over een thema van Albinoni die Bach gemaakt heeft. Dus het zou kunnen zijn dat hij dat daarvoor bedoeld heeft, maar dat kan natuurlijk ook gewoon bij elkaar gezet zijn door een schrijver die gezien heeft van hier heb ik een fuga in B-klein. Dat kan ook, we hebben nog een prelude los liggen. Dat kan wel gecombineerd, dat weet ik niet. Ik ben benieuwd, misschien zijn daar prachtige proefschriften over geschreven. Dan hoor ik het graag. Ik heb vaker preludes en fugas op het programma gezet. Omdat ik het ook geen droge etudes vindt. Maar het is zo'n geweldig expressieve muziek, dat laat je toch niet liggen. Wat vind je? Ja, ik vind het mooi klinken natuurlijk. Ja? Ja. Goed. Ja.